Yo kijkers van TripX Video's, mijn naam is Rowan en vandaag staan we weer, zoals je kan zien, met de Southampton carrière mode. En vandaag zijn er weer een aantal wedstrijdjes die we gaan spelen en misschien wel simuleren. Want deze ziet er zo verleidelijk uit om te simuleren natuurlijk. En dan tegen Aston Villa in de laatste 16 voor de FA Cup. En West Bromwich Albion in de competitie. En dan komt er een hele maand aan. En dan is april en dan is mei. En dan gaan we steeds verder naar het einde van het seizoen. En ik ga eventjes de tabellen laten zien van hoe wij staan. We staan derde. Wedstrijd minder als United en City. En Liverpool staat al 17e. Dus dat is niet zo goed van Liverpool. Maar ja, het is FIFA. Daar kan alles, hè. Daar kan alles. We hebben de meeste doelpunten voor van iedereen. Dat is wel grappig om te zien. Maar doelpunten tegen is dan wel weer iets slechter. Als bijvoorbeeld City of United. En Chelsea. En het doelsaldo is wel redelijk. Maar de puntenverschil is 10 punten met United en City. En ja, als we die wedstrijd minder winnen, dan komen we op 7 punten. Dus we gaan deze wedstrijd simuleren. Maar dat doe ik wel met mijn sterkste, hoogreedste elftal. En dat is dus eigenlijk gewoon Jero Druigus. Malen naar rechts. Long Tadis Tielemans. Bemba, die blijft alleen maar staan dan. Pelle is wel hooggeraded. Maar dat boeit me niet zoveel. Pelle is niet mijn type speler. En dan doen we Bertrand in plaats van Ake. En Silas op goal. En dan komt alles goed. Ik denk dat we het hiermee gaan proberen te doen. Want dit is natuurlijk wel het sterkste elftal op het moment. En tegen Swansea is een ploeg die wij zouden moeten verslaan in een simulatiewedstrijd. Ja, thuis sowieso. Uit is natuurlijk andersom. Maar kunnen wij dit winnen? We zullen eens even kijken. We zullen kijken of we dit kunnen winnen. Want we willen natuurlijk snel door het seizoen heen. En snel door de seizoenen heen om meerdere seizoenen te doen. Yeah, Tadic. Doe staan, Tadic. Alright. En er komt iets in beeld. We gaan kijken. Kunnen we dit winnen? En skip. Let's freaking go. Jerry Rodriguez, de man in vorm, maakt de 2-1 voor ons, dus dat is mooi. En dan zien we Aston Villa daar op de kalender februari 2015 staan. En misschien als hij thuis is, kunnen we die ook wel simuleren, je weet het niet. Ik vind het best hoor, en die is... Ja, dit wordt een simulatiewedstrijd. En weet je, boeit me toch niet zoveel. Dus ja, we gaan deze simuleren. En ze hebben met 3-0 verloren van Arsenal, 1-1 Hull City en 2-2 tegen Chelsea. Simulatie... Oké. Okay. Bakuna zelfs nog heeft gescoord tegen ons. Maar ja, Geodriguez redt ons met een puntje. En nu moeten we volgens mij een terugwedstrijd doen of zoiets. Maar dat doen we wel. Oké, Crystal Palace. Dit is een team die we thuis moeten verslaan. Ja, er zijn heel veel thuiswedstrijden. Wat is dat team die we moeten simuleren? Ik doe wel meer wedstrijden deze aflevering. Skip, let's go. Geodriguez weer 2 en Long 1. En ja, sorry dat ik dit simuleer. 3 krachten op elkaar, maar kom op, zeg die teams. Allemaal thuis. En nu zullen we wel uit moeten tegen West Bromwich Albion. En die ga ik wel gewoon spelen. Ben maar niet bang. En tegen Aston Villa ook. Want Aston Villa is een ploeg waar we net gelijk hebben gespeeld tegen. Oké, West Bromwich Albion. Laten we hem gaan spelen. Eventjes kijken. Welke opstelling gaan we er doen? Er zijn een aantal spelers redelijk moe. Tielemans in plaats van Ward-Prowse, denk maar. Ake is hier pittig vermoeid. Dus Target. Isgrove moet mee, naar mijn mening. En Ulchik is best vermoeid. En dan doen we het. Mane is best vermoeid. Ik denk dat we Isgrove voor Mane zetten. En Turnbull. Ja, zo houden we het even. We houden het even zo. Dus let's fucking go. De wedstrijd tegen West Bromwich Albion. Gaan we proberen te winnen. Wat een voetbal. Isgrove. Oh, Isgrove. Isgrove, kom op jongen. Naar binnen nog een keer. Isgrove, haal uit! Haal uit! Schevenhond! Goeie actie, maar scheef. Isgrove, pannen ze. Fletcher! Oh nee, hier komt de voorzet. Ah, fuck! Nee! Wat een redding, Klein! Nee! Wat gebeurt er? Nee, joh! Sillissen, oh, Sillissen. Isgrove. Oh, die snelheid. Voorzet. Oh, Tadis, kom op, what the fuck? Die wordt nog goed verdedigd, volgens mij. Oh ja, hier, kijk. Doellijn technologie. Ondersteund door EA Sports. It's in the game. Ja, dat is geen doelpunt. Hoe red ik me Klein? Dus ja. Maar zo'n hoekschop. Tadic. Jay. Oh. Jammer. Maar zo'n hoekschop. Dus we zijn nog niet klaar met de highlight. Kom op, Tadic. Oh.
Ward Prowse, schiet er dan. Oh, die wordt gered. En al de wereld valt. Alrighty. Het is rust. 0-0. We zijn een betere ploeg. Maar we hebben ook geluk gehad. En ja, we moeten proberen in de tweede helft wel een doelpuntje te prikken. Anders dan winnen we niet, zo simpel is het. Nee, c'est senor. C'est senor. Nee, Cillessen, lekker jongen. Ik moet hem al wegtrappen. Jay, Jay onderschept de bal. Jay, kom op jongen. Jay, is grof. Yes, yes, 0-1. In de 89e minuut. Oh, wat een doelpunt. Beetje stemt hier nou. 0-1. Prima goal. Oh, Jay Rodriguez onderschept die bal echt daar. Heel goed. En behoud het overzicht en ziet daar Isgrove het talentje vrij staan. Het verneukte talentje, wat eigenlijk geen talent meer is, maar hij is goed. En hij is snel en dat gebruiken wij. En ja, hij rondt het weer goed af hoor. Maar hier is Tyson nog, de Braziliaan. Oh, Cillessen! Oh, Cillessen, wat een baas! Oh, Cillessen, wat een redding. Oh, Elia, kom op, even tijd trekken erin. Oh, oké, okay, Elia gaan. Holy shit, Cillessen, wat een actie. Wat een redding hier. Op Jay Rodriguez. Jay Rodriguez maakt het af. Let's. Yes. 0-2. Tegen West Bromwich Albion. En we maken het definitief af. Met Jay Rodriguez en Elia die dat super goed doet. Maar de echte redder is Jasper Cillessen. Oftewel Jappie. Oh, wat een redding was dat. Wat een cruciale redding. En ja, Elia bewaart het overzicht. En vindt Jay Rodriguez. Oh yes. 0-2. Bij West Bromwich Albion. Het was een moeilijk resultaat, een moeilijke wedstrijd. En ja, Jay Rodriguez man of the match. Ik ga daar niet te veel woorden aan vuil maken, dat snappen jullie zelf ook wel natuurlijk. En voor de rest, Chelsea speelt gelijk. Dus ja, maar jullie staan achter ons, dus dat is ook wel netjes natuurlijk. De terugwedstrijd tegen Aston Villa gaan we ook nog even spelen. Ja, die gaan we ook nog even spelen, uit. Ja, dan gaan we even kijken. Met welke opstelling gaan we dat doen? Met het wisselteam denk ik, want al onze spelers zijn moe. Dus Juricic, oh die is 75 bedoel ik. Alleen, ik ga wel Cillessen erin zetten, want Cillessen heeft nog gewoon genoeg lucht over. En Casanega, daar hebben we niet de beste ervaringen mee. Dus AK, die start centraal denk ik, dat zou ook wel kunnen. Zo, McCarthy rechts, moa, omdat het moet, weet je. Wee, en Reed, Flanagan, Juricic, Ondaan, Ulari, Elia. Let's go! Ondaan, kom op met je freaking snelheid, gast. Ondaan, kap de man uit. Ondaan. Oh, die worden geblokt. Op het laatste moment. En hier is Juricic die de voorzet uit gaat draaien. De corner iets verder alsjeblieft. Nou, oké, dat kon ook nog. Target neemt die bal aan. En bam, jongen, bam. Target! Oh, ik zie het. Oh, ik zag hem erin vliegen, maar helaas niet. Carlos Sanchez. Oh, lekker Turnbull. Kom op. Op Ulari. Oké, kom op nu. Nog voor rust. Ulari. Elia, hij loopt hem in de weg. Maar. Voor rust. 0-1. Ulari. Een mooi moment om op voorsprong te komen. Ja, heel mooi moment. Lekker Ulari. Als hij zijn speelminuten krijgt, dan zie je toch ook dat hij gewoon kan scoren. En dan zie je zijn klasse natuurlijk ook. Goede actie naar binnen en goed geschoten. Waardoor we met 0-1 voorstaan. Vlak voor rust. En het is rust. Letterlijk vanaf de aftrap. En we staan voor. En we gaan verder. Oh nee, wacht. Ondaan is geblesseerd. Ik denk dat we Ondaan niet moeten laten spelen. Nee, is grof. Doei. Hoekschopje. Delft achter de bal. Vlaar is trouwens ingekomen in plaats van Sissoko. Merkwaardig. Maar Cillessen. Ping! Cillessen! Slaat hem zijn eigen goal. Nee. Waarom heb ik Forster verkocht? Oh, ja, nou, hij keept de laatste tijd sowieso goed, maar dit is natuurlijk wel een blunder. Oh, wat zonde. Oh, Flanagan, Ulari, yes, 2-1. Oh, Flanagan onderschept daar die bal op een positie. Oh, credits naar Flanagan. Shoutout naar Flanagan, abonneer op zijn kanaal. Maar, Ulari, wat een... Ja, age goal. Nee, goede goal zeg. Goeie afgepakt, ting. Oh, Flanagan, wat doe je daar goed. En Ulari, door de beentjes van... Ik heb geen idee. Maar dus 2-1, kom op mannen.
Oh, op Elia. Elia. Elia, maak hem dan nog af. Elia. En het is 3 freaking 1. In de 73ste minuut. Ja, in de 70ste minuut zoiets. Dus ja, het is dus 3-1. En wat een doelpunt. Moet je kijken zeg. Mooi ingeschoten van Elia. Al Elia op Oulare. Oulare doet een sliding en Iskrof. Duikt. Maar dat is nog een hoekskopje. En dan laat iemand zijn mobiel vallen. En Oulare komt knikken. Nee, maar hier is Matt Target nog. Op de volley. In één keer met rechts. Nou hier ja. Bokassi. Bokassi kan schieten. Bokassi kan schieten. Zo'n een slechte schot, ja. Elia, Oulare. Wat een dodelijke combinatie. Laat die beat maar komen. 4-1. 90ste minuut. Aston Villa is afgeslacht. Dat was een rap. Rap. Nou, 4-1. Prima hoor. Elia en Oulare is wel een prima combinatie zoals je kan zien. Elia met zijn snelheid en dan vindt op het juiste moment Oulare. En Oulare kan goed afmaken zoals je kan zien. En ja, zelfs met 4-1 voor met het wisselteam. Dat is toch wel een applausje waard. Naar mijn mening. Oh, af. Sillissen. Niet twijfelen jongen. Je kan het wel. Oké, is afgelopen. 4-1 is overwinning. Pittig goed. Pittig goed. Man of the match. Obi Oulare. 9.9. Waarom maak je daar niet gewoon een 10 van? FIFA. EA Sports. Bullshit game. Ja. We staan. Oh daar. Oké, we zullen zien wie we in de kwartfinale loten. Dat zullen we zien. Maar voor nu. We staan nog steeds derde. Oh, we komen dichtbij. 4 punten. Noem maar 4 punten. We kunnen het gewoon halen, mannen van het zuiden. Wedstrijd is verplaatst. Chelsea Southampton. Dat is een belangrijke wedstrijd, zeg. En de speler is geblesseerd. Ondanks is voor 3 weken geblesseerd. Dat is jammer. Thiago Rodriguez is blij met zijn kansen die hij krijgt. En dat is ook zeer verdiend dat hij die kansen krijgt. En zo simpel kan het soms zijn in FIFA. Liverpool. Die zijn slecht. Liverpool is slecht. Maar toch gaan we die wel spelen. Maar dat zal zijn in de volgende aflevering. En ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op TripX Video's. Abonneer op ShadowXNL. Als je dat wil. En dan gaan we nog even kijken bij het scoutverslag. Wie er gegroeid zijn, wie niet. Nou, je zult het zelf wel kunnen zien. Dan bedank ik jullie voor het kijken. En dan zeg ik, peace out.